Mark, 33-35. Ja, het moet toch wel zuur zijn, zeker met die uitslag van Tongeren Aalsmeer. Ja, natuurlijk. Hè. Zeker als je uiteindelijk hoort dat ze, ik dacht dat ze gelijk gespeeld hadden, maar als je dan hoort dat Tongeren wint. Maar ja, goed, dat is iets waar we helemaal geen invloed op hebben en hadden. En we wilden gewoon deze wedstrijd winnen. Dat we de eerste helft van de competitie een hele slechte wedstrijd hebben gespeeld tegen Bocholt. En dat wilden we rechtzetten. Grote delen van de wedstrijd hebben we heel goed gespeeld. En ja, op het einde denk ik dat Tasevski het onderscheid heeft gemaakt. Die maakte op het einde een paar hele belangrijke doelpunten voor Bocholt. Het was een stevige wedstrijd, hè, vandaag. En het was haasje over. Ja, natuurlijk. Hè. We wisten dat het een spannende wedstrijd en een harde wedstrijd zou worden. Want er stond veel op het spel. En, zowel wij als Bocholt gingen gewoon vol voor die kleine kans die er zou zijn. Afhankelijk van die andere wedstrijd. Dus dat zag je meteen dat iedereen daar vol voor wilde gaan. Maar dat is ook het mooie van de Benelink. Ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Het is iedere week strijden en je moet er gewoon volle bak staan. En dat is de kwaliteit. Je ziet er alles door alles groeien. Dus ik denk dat het een leuke, spannende wedstrijd was vandaag. Mag ik tot slot zeggen dat jullie toch kunnen terugblikken op een leuke Benelink-competitie? Ja, het is een hele wisselvallige Benelink voor ons geweest. De eerste helft hebben we heel veel last gehad van blessures, langdurige blessures. En nu sinds eind december, dat we een beetje compleet zijn, en loopt het weer beter. We trainen hard en dat zie je ook weer terug in het veld, omdat we met veel tempo en druk kunnen spelen. Dus ik denk met het einde van de Benelink kunnen we tevreden zijn met de laatste wedstrijden. En tussendoor is het wisselvallig geweest, maar goed, er is veel ervaring weggevallen. Er zijn heel veel jonge jongens die er voor het eerst op deze competitie spelen. Dus dan weet je dat het met vallen en opstaan gaat. En nu op naar de Nederlandse competitie. Ja, we kunnen ons daar nou helemaal op richten. We hebben in december gezegd, we maken een trainingsschema gericht op de play-offs. En we hebben het niet meer in eigen hand en dat kunnen we nou blijven volgen. En de focus ligt nu helemaal op de Nederlandse play-offs.